Monique Velsenboer, oud-shorttrekster en ja, misschien mogen we zeggen ervaringsdeskundige als het gaat om kwaliteit van zorg. Want daar hebben we het vandaag over. Allerlei partijen die vinden er iets van, zorgprofessionals, de zorgverzekeraar en natuurlijk ook die patiënt. Wat is voor een patiënt belangrijk als het om kwaliteit gaat? Vooral deskundigheid op het gebied van waar je zelf natuurlijk mee te maken hebt. Dus in mijn geval... Het hebben van een dwarslesie. En ja, dan merk je wel dat de gespecialiseerde revalidatiecentra daar natuurlijk het meeste verstand van hebben. En ja, op het moment dat je dan weer in je thuissituatie woont en ja, naar de reguliere huisarts gaat, is dat toch wel vaak een probleem. Omdat ze heel weinig ervaring hebben met mensen met een dwarslesie. Je hebt destijds een rotsmak op het ijs gemaakt met een dwarslesie als gevolg. Ik kan me voorstellen dat je dan een hele medische mallenmolen terechtkomt. Is dan duidelijk waar je terecht kan, bij wie je moet wezen? Ja, dat is natuurlijk op het moment dat je een dwarslesie krijgt, weet je daar echt helemaal niets van af. Of dat was in mijn geval zo. Ik had toen wel op zich het geluk dat op het moment dat ik mijn dwarslesie kreeg, ik lid was van de Nationale Schaatsploeg. En een van de bondsartsen was ook revalidatiearts. Dus die is toen ook direct naar Frankrijk toegekomen, waar ik op dat moment lag. En die heeft toen heel veel informatie aan mijn ouders en ook aan mij kunnen geven. Om direct te kunnen vertellen wat je allemaal te wachten stond. En ook daarna toch wel goede medische begeleiding gehad in het revalidatiecentrum op de Overtoom. Dat soort eigenlijk zeggen topzorg is niet vanzelfsprekend. Zou die het wel moeten zijn? Weet je wat ik dan wel weer miste? Aan het begin was die informatie dan wel heel goed. En, maar op het moment dat je dan in het revalidatiecentrum ligt en je behandeling krijgt, fysiotherapie, ergotherapie, merkte ik toch wel dat ik eigenlijk het meest had aan advies van lotgenoten. En dat verbaasde me toen wel weer dat er eigenlijk weinig mensen of geen mensen in het revalidatiecentrum werkten die zelf een dwarslesie hadden. En toen ben ik zelf op zoek gegaan, ook via dan iemand die ik kende vanuit de schaatswereld. Die was ook, hij was bondscoach van de Canadese ploeg shorttrack, maar hij was ook bondscoach van het wielerteam. Dus mensen die een dwarslesie hebben en... En die gaf toen aan dat er in Zweden een kamp, dat je daar naar een kamp kon. En dat je in een week, eigenlijk heel veel, of twee weken, heel veel kon leren van mensen die ook een dwarslesie hadden. En daar heb ik heel veel opgestoken toen. Dus je zegt, meer ruimte voor ervaringsdeskundigheid, dat is kwaliteit. Zijn er nog andere punten waarvan je gedacht hebt tijdens je revalidatieproces, dit moet echt anders? Vooral ook wel de nazorg. Op het moment dat je dan uit het revalidatiecentrum ontslagen bent, dan kom je in je thuissituatie. En de jaren daarna zou het denk ik best wel goed zijn als je, met je auto ga je ook elk jaar, ga je toch wel weer even checken of alles goed is met de auto. Dat je zelf ook toch weer eens wat vaker... naar een revalidatiearts gaat om te controleren of het allemaal nog goed gaat. Is er tijdens die revalidatie wat jou betreft genoeg aandacht voor die niet-medische aspecten van het revalideren? Ik denk sowieso dat het krijgen van een dwarslesie, je gaat door een rouwproces en iedereen ervaart dat ook wel weer op zijn eigen manier. En we hadden wel begeleiding van psychologen, maar wat ik al aangaf is dat ik eigenlijk de meeste baat had bij mensen die zelf een dwarslesie hadden. Hey, we zijn hier vandaag te gast bij Achmea. Die hebben allemaal dingen gedaan om kwaliteit meer inzichtelijk te maken. Is dat een goed initiatief wat jou betreft dat een zorgverzekeraar dat doet? Sorry? Even... Is het een goed initiatief dat een zorgverzekeraar zich zo sterk maakt voor het transparant maken van kwaliteit? Ja, ik denk dat in de toekomst alleen maar meer zal gaan gebeuren. Omdat wat je ook ziet via internet kan je natuurlijk heel veel opzoeken. En mensen willen gewoon meer weten. En die vragen worden ook gesteld natuurlijk. Dus ik denk dat een zorgverzekeraar daar wel dat het wel belangrijk is dat zij dat dan ook op een gegeven moment inzichtelijk hebben.